Hallo allemaal en welkom bij de eerste les van Koens Kunstjes. Ik hoop dat jullie er allemaal heel veel zin in hebben. Ik in ieder geval wel, dus laten we gauw aan de slag gaan. Vandaag gaan we het hebben over symmetrie. Symmetrie is wel weer een wat lastig woord, maar dat ga ik jullie nu uitleggen. Symmetrie is eigenlijk het woord voor als iets aan twee kanten hetzelfde is of een spiegelbeeld van elkaar. Ik kan dat eigenlijk het beste laten zien met wat voorbeeldjes. Dus die komen hier. Nu vond ik thuis nog een boek over patronen. En nou, die laat ik jullie nu zien. Want je ziet in patronen heel veel symmetrie. Als je hier naar kijkt, zie je aan alle twee kanten hetzelfde. En als je dus doormidden haalt, dan zie je nog steeds aan alle twee kanten dezelfde afbeelding. Hetzelfde plaatje. Ook bij deze zie je dat je die eigenlijk door dit, ja, dat je die gewoon door midden kunt halen en dat het dan aan twee kanten nog hetzelfde is. En bij deze peertjes zie je ook dat ze eigenlijk allemaal, je kunt ze eigenlijk door midden snijden en dan zijn ze aan alle twee kanten nog hetzelfde. Ook bij deze patronen, het zijn bijna Marokkaanse of Turkse tegelpatronen, daar lijken ze een beetje op. En misschien heeft Esra tijdens haar vakantie in Turkije ook wel zulke soort patronen gezien. En hier zie je ook nog een mooi patroon, mooi geel en allebei, je kunt alles doormidden halen, alle twee kanten hetzelfde. Hier zie je ook een soort van patroon van de Eiffeltoren. En ook zie je dat hij aan alle twee kanten hetzelfde is. Dus je kunt je zo door midden snijden en dan is het nog hetzelfde. Nou, en dat is dus symmetrie. Ik heb meteen een opdrachtje voor jullie bedacht, die wel leuk lijkt, die mij wel leuk lijkt. En voor die opdracht heb je een paar spullen nodig, maar ik denk dat jullie die allemaal thuis hebben liggen. Je hebt een vel papier nodig, niet te dik. Want hij gaat uiteindelijk, hij moet doordrukken straks. En een permanente viltstift. Ik heb toevallig een groene liggen. Die had ik nog. En voor de mensen die het thuis hebben, als je het niet thuis hebt, is het niet erg. Dan gebruik je gewoon de permanente viltstift en het papier. Maar anders kun je ook nog een tube verf gebruiken. Of ik weet niet of dat je ergens een verfpot thuis hebt staan. Maar dat kun je ook nog gebruiken. Laten we doorgaan naar de opdracht. Nu ben ik nog één heel belangrijk ding vergeten. Is dat je iets moet hebben als een soort van placemat. Dat je niet op de tafel tekent of dat je iets onder je werk kan leggen als je bezig bent. Ik heb toevallig nogal wat karton liggen hier. Dus ik pak denk ik een kartonnetje. Als je nog niet alle spullen gepakt hebt, dan kun je dat nu doen door even het filmpje op pauze te zetten. Denk er dus aan dat je zorgt dat je een placematje hebt, of een stuk karton, de permanente viltstift en een wit papiertje. Laten we beginnen. Pak eerst het witte vel en vouw dit door midden. Dat je precies aan twee kantjes zo, dat je hem zo als een boekje hebt gevouwen. Dan leg je hem zo neer. Vervolgens pak je de viltstift en je tekent hier nu langzaam kronkeltjes of rondjes. Mogen ook vierkanten zijn. Ik teken nu even dit, hier aan vierkant en een vlek en een halve, een boog. En dan doe ik hier nog een driehoek. Zorg wel dat je langzaam tekent, zodat de inkt goed door kan drukken. En een zigzag, een kroontje of gras. En ik wil nog een spiraalachtige vorm hebben. En twee strepen. Wat je nu doet, is dat je het papier oppakt en nu vouw je het open. Dan zie je dat aan de andere kant het een beetje doorgedrukt is. En dan zie je dus dat je een
symmetrie hebt gemaakt. Dus dit is de middenkant, of het midden, de middenlijn. En dan zie je hier, dit heb je getekend. En dit is doorgedrukt. Dus dan ontstaat er een soort van patroon. Zo. En wat je nu dus nog kunt doen, is om het wat duidelijker te maken, is zelf de lijnen goed te volgen. En die volg je dan zo perfect mogelijk. Dat doe ik nu ook. Zo, en dan heb je een symmetrische tekening. De volgende oefening is voor de mensen die toevallig ook nog verf hebben liggen. Je pakt weer een vel papier en die vouw je weer een keertje dubbel. Die doe je goed zo op de punten. En dan vouw je hem hier zo goed dumpel. En dan heb je weer dat boekje. Wat je nu doet, is dat je hem openvouwt. En dan zie je hier die middenlijn. Dan pak je je tube. Maak je open. En dat doe je op één van de kanten. Ik doe het nu op deze kant. Doe ik wat stipjes aan verf. En een beetje een... Ja, zoiets. En dan nog voordat de verf droogt, slij je het boekje dicht. En druk je het zo goed aan. En wat je nu doet, is je vouwt het boekje weer open. En ook dan zie je weer symmetrie. Dus aan alle twee kanten hetzelfde. Dit kun je natuurlijk ook met verschillende kleurtjes doen. Heb je nou geen verf en wil je toch dit soort trucje doen? Pak dan de pindakaas. Die maak je open. En een smeermes. Of iets waar je mee kunt uitsmeren. En, nou vergeet ik het belangrijkste stapje. Je vouwt dus weer eerst hem als een boekje dicht. Als een boekje. En dan leg je hem open neer. En dan pak ik mijn pindakaas. En die smeer ik op verschillende plekjes. Zo. Ja, perfect. En dan vouw ik hem weer dicht. En je ziet al dat het doordrukt, de pindakaas. En dan vouw ik hem open. Symmetrische pindakaaskunst. Ik hoop dat jullie het een leuke les vonden. Ik ben heel benieuwd naar jullie resultaten. Wat jullie allemaal gaan maken. En wat jullie nu al gemaakt hebben. En ja, stuur het vooral op naar dit e-mailadres. Wat nu in beeld komt. En ik hoop dat jullie dat daar naartoe sturen. Zodat ik de volgende les met jullie samen kan kijken naar wat jullie nu allemaal gemaakt hebben. Nou, dit was de korte les alweer. En nou ja, heel veel plezier met deze oefening. En probeer zoveel leuk mogelijk, probeer gewoon lekker veel uit. Tot de volgende keer.